slitten in mijn haar. En dat wordt echt een one hot mess. En dan moet ik weer vaak gaan kammen en borstelen. Dat breekt weer haar. Ik wil gewoon zo min mogelijk aan mijn haar zitten. Dus wat ik doe als ik mijn haar heb gewassen, dan maak ik het alleen maar droog met een t-shirt. Niet met een handdoek, want anders kan het ook het uiteinde van je haar breken. Maar ook dat het voorkomt ook pluizig haar. Dus gewoon met een oude t-shirt even droog maken. Dan doe ik mijn oliemix erin en even goed masseren. Dan doe ik een heat protector van Icy. Zoals je dat ziet. En dan ga ik mijn haren feunen. Maar met zo'n kammetje. Dus een feun met een kam. En dan feun ik het helemaal uit. Zodat mijn haar gestretched is. Want echt, je hebt natuurlijk ook de banding met het. Met die elastiekjes wat je om mijn artikel zag. Als voor degenen die mijn artikel niet hebben gelezen. Ik zal een link hier beneden onderin in de vensterbank zetten. Maar ik ben daar gewoon te lui voor. Ik ben daar zo te lui voor. Ik heb daar geen zin in. Ik doe maar gewoon liever feunen zo. Voep, voep, voep. Niet op een hete stand. Gewoon of een koude stand of medium warm. Want als je het te heet doet, beschadig je ook weer je haar. Maar zo beschadig je amper je haar. En ja. En dan heb ik gewoon heel de week hoef ik bijna mijn haren niet te kammen. En dan kan ik gewoon mijn haar vlechten zonder dat het een drama wordt. Kijk, ik heb nu zeg maar de plukjes zo aan de zijkant zo. Maar ik heb even zeg maar zo'n bobbypin erin gedaan. Zo'n speldje, zoals je ziet. Zodat ik het zeg maar zo bij elkaar houd. Als je ziet wat ik bedoel. Maar dan blijft het gestretched. Dus als ik het morgen zeg maar losmaak. Of misschien hou ik het morgen wel gewoon nog steeds zo in. Maar dat kijk ik nog wel. Maar dan hou je het zeg maar gestretched. Dat als je morgen het losmaakt, dat het nog steeds lekker ja, lang is. Maar ook een soort van golf heeft vanwege de vlechten wat je hier hebt. En dat is gewoon fijner werken. Dan hoef je in de ochtend bijna niks te doen. En als je alsnog een bad hair day hebt, dan maak je een pony. En doek op je hoofd, klaar. Hoppakee. Nou, dit filmpje is uiteindelijk heel erg lang geworden. Het was niet de bedoeling dat het zo lang werd. Ik wilde alleen maar over de Mary Kay producten en over de Kruidvat producten doen. Even mijn nachtroutine laten zien. Wat ik doe 's avonds en in de ochtend wanneer ik tijd heb. En mijn haar, hoe ik mijn haar 's avonds doe. Dat wilde ik gewoon eventjes vertellen aan jullie. Nou, ik hoop dat jullie wat vinden. Wees kritisch. Laat je comments achter. Thumbs up ook. En ik hoop jullie bij de volgende vlog te zien. En vergeet niet te abonneren op mijn abonnement van YouTube als Beauty Kings. Vergeet mij daarom niet te abonneren. En de volgende vlog zullen over haren en make-up gaan. Nou, doeg! Fijne avond iedereen. Stay blessed, because God bless.